In blok 53 voor de Surinaamse kust is de eerste succesvolle olieontdekking gedaan. Baya 1 is geboord tot een diepte van ruim 5000 meter, waarbij is gestuit op 34 meter netto olie. De ontdekking is gedaan door APA Corporation. Voorlopige vloeistof- en loganalyses geven aan dat het gaat om lichte olie met een gasolieverhouding, meldt Staatsolie in een persbericht. Het bedrijf is enthousiast over het succes van Baya 1, de eerste olieontdekking in blok 53. Een voorlopige technische analyse geeft aan dat de Baya-ontdekking een uitbreiding kan zijn van hetzelfde reservoir dat is aangetroffen in de Krabdagu-put in blok 58. Als dit uit nader onderzoek wordt bevestigd, zou het een enorme aanvulling kunnen betekenen voor het Krabdagu-reservoir. Momenteel zijn er in het officiële gebied, offshore gebied van Suriname, 3 boorplatformen in operatie. In blok 58 zullen er 2 boorplatformen actief zijn. De ontwikkeling van het eerste offshore project in Suriname zal naar schatting $10 miljard aan overheidsinkomsten bedragen gedurende de looptijd van het project. Deze schatting is gebaseerd op publiekelijk beschikbare informatie en berekeningen van Staatsolie. En tot zover dit gedeelte van het ATV.